Met het oppervlak schuintrekkengereedschap kan je een vlak van een 3D-volume kantelen of schuintrekken, gebaseerd op de relatie tot een referentievlak of zijde. Er zijn twee opties beschikbaar voor dit gereedschap in de methodebalk, namelijk aangrenzende vlakken en uitgekozen vlak. De eerste optie, aangrenzende vlakken, zal het geselecteerde oppervlak schuintrekken samen met alle aangrenzende raakvlakken. Dit allemaal in één actie. De eerste klik stelt het referentievlak in. Bij wijze van een eenvoudig voorbeeld kiezen we de bovenkant van deze vorm. Voor de tweede klik kiezen we het vlak dat we wensen schuin te trekken. Je zal zien dat er een indicator verschijnt die de hoek aangeeft. Wanneer je de gewenste hoek te pakken hebt, klik je een derde keer om de wijziging aan te brengen. In de tweede optie, uitgekozen vlak, trek je enkel het geselecteerde vlak schuin. In dit voorbeeld zie je dat er meerdere vlakken zijn die een anders ononderbroken oppervlak lijken te vormen. Enkel het geselecteerde vlak wordt schuin getrokken, in tegenstelling tot het vorige voorbeeld waar de actie ook invloed had op de aangrenzende vlakken. Voor beide opties kan je handmatig een exacte hoek instellen. Druk simpelweg op de tabtoets op je toetsenbord na het selecteren van de gewenste vlakken. Voer vervolgens de waarde in en druk tweemaal op Enter of klik om te bevestigen. Echter hoef je niet per se een referentievlak te selecteren van het object dat je wil schuintrekken. In dit voorbeeld heb ik een ander vlak, losstaand van het oorspronkelijke object. Ik kan de nieuwe vlakken selecteren als referentie en vervolgens het oppervlak selecteren van het object dat ik wens schuin te trekken. Zoals je kan zien, kantelt de hoek onder de referentie naar buiten, terwijl het vlak boven de referentie naar binnen kantelt. De hoogte waarop ik dit referentievlak plaats, zal van invloed zijn op hoeveel van de geometrie naar binnen kantelt en hoeveel naar buiten kantelt. Zoals je kan zien, gedraagt het zich als een soort van rotatiepunt voor de uitvoering van het gereedschap. Wanneer je een vlak zou willen selecteren dat zich aan de andere kant van het object bevindt, hou dan simpelweg de Alt-toets of Option-toets op Mac ingedrukt. Je zal zien dat je nu als het ware door het volume heen kan selecteren. Bedankt voor het kijken en hou zeker de extra video's in het oog die de principes uitleggen van het gebruik van de verschillende 3D-modelleergereedschappen binnen Vectorworks.